Dit is een van de eindproducten die voortkomt uit alle afvalflessen die we verzamelen in Suriname. En achter mij ziet u het bedrijf dat het doet. Het is erg belangrijk om uw petflessen, maar ook de glazen te verzamelen. Zodat er geëxporteerd kan worden, maar eerst de verwerking. We gaan even een verslag maken. We gaan even met u het bedrijf in om te kijken wat er allemaal precies gebeurt. En we praten daarbij met de voorzitter van Suresur, de heer Glenn Ramjan. De milieuwetten moeten landelijk gehandhaafd worden. Daarnaast moet er bewustwording komen hoe om te gaan met ons vuil en hoe recyclebare afval in te zamelen. Dan zal Suriname het probleem van voornamelijk petflessen aankunnen. Vandaag is het Wereldmilieudag en volgens milieuminister Tjonga Hing is ons probleem de manier hoe we omgaan met ons afval. In het district Saramaka staat het bedrijf Clear Packaging and Recycling NV die van petflessen vuilniszakken maakt. De flessen worden aangeleverd door Suresur en voorzitter Glenn Ramjan zegt dat er een samenwerking is met diverse bedrijven zoals Fernandez Bottling en Shishado. Echter zijn er ook bedrijven die totaal geen bijdrage willen leveren. En daarvoor moet dus eigenlijk een wet komen om bedrijven te verplichten om hun verpakkingsmateriaal die ze op de markt brengen weer terug te halen. En als je dat niet zelf kan doen, dan aan te sluiten bij de afvalvos die het namens hun gaat doen. En als iedereen zich aangesloten heeft, dan willen alle bedrijven wel en dan is een bijdrage ook veel minder voor de bedrijven. Ja. En dan willen we dus eigenlijk een circulair systeem gaan worden, duurzaam is dat landelijk de eenzame structuur opgezet worden, maar daarnaast de bewustwording. En die bewustwording hebben de overheid voor nodig. Want ik ben al 10 jaar bezig en we zien die bewustwording een beetje groeien, maar klein beetje. Het kan veel sneller als bijvoorbeeld de overheid duidelijk naar buiten komt met hun wetten die er zijn, om dat bekend te maken aan de burgers, ook die handhaving. Er zijn plannen om in de naaste toekomst het afval bij de burger thuis op te halen. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu gaat na hoe het scheiden van afval bij de huishoudens aan te pakken. Ramjan zegt dat de burgerij goed heeft gereageerd op het verzamelen van het glas. Bij plastic is het grootste probleem dat er veel ander soort afval in zit. Een ander probleem wat we ook ondervinden is toestemming krijgen vanuit de overheid, maar ook vanuit het commissariaat. We zijn bezig met Lelydorp, waar het ook een beetje moeizaam gaat om dus die drop-off center te plaatsen daar. En natuurlijk ook toestemming van de winkelier om dus een bak te mogen plaatsen daar. Dus dat zijn dingen die wat meer energie kost dat nodig zou zijn. Maar verder op zich ben ik tevreden. Je ziet de groei ervan, de bewustwording, ondanks dat er een lockdown is. Het gebruik is wel minder geworden, want natuurlijk dat is economische reden waarom men ook minder gebruikt. Maar we zijn tevreden op zich dat het nog steeds goed gaat. En ja, we zitten nog te laag qua percentage aan petflessen die op de markt gezet wordt. We zitten nu ongeveer op 6-7%. En we moeten echt gauw naar die 30-40% gaan. En dat willen we in de komende 2 jaar realiseren met het project van de afvalverpakkingen. Om dus zo snel mogelijk ook meer materiaal binnen te halen. Voor het bedrijf is dat interessant, want wij steunen dit bedrijf omdat zij ook een heel goede visie hebben voor de toekomst. Want als er genoeg materiaal binnenkomt, kunnen we verder gaan met het recyclingproces. Want nu wordt het allemaal gebeeld, voor de petflessen bijvoorbeeld. Maar we willen ook gaan naar granulaat of eindproduct. Maar dan moet je genoeg materiaal hebben. In de verzamelbakken mogen petflessen, aluminium, drinkblikjes en plastieke zakken gedaan worden. Ramjan gelooft dat het probleem van het zwerfafval kan worden opgelost middels het opleggen van sancties aan overtreders.